Bij het Revit Cayenne Pro pak hoort dan natuurlijk ook de Revit Cayenne Pro handschoen. Ik ben Justin van Motorkleding Center TV en in deze video ga ik jullie meer vertellen over de Revit Cayenne Pro handschoenen beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Revit Cayenne Pro is uitermate geschikt voor de tourrijder die in de zomer lekker verfrissend wil kunnen rijden. De Revit Cayenne Pro is gemaakt van 100% geitenleer en is op veel plekken geperforeerd. Als we de handschoenen van dichtbij gaan bekijken, zien we ook weer een dual compound protector bovenop de knokkels, net zoals we zien in de GRS Pro Race handschoenen van Revit. Dit zorgt weer voor een hoge slijtvastheid en ook natuurlijk een goede impact protector. Ook zien we TPU sliders bovenop de vingers en aan de zijkant van de pink. En zien we ook nog een harde slider op de handpalm waarmee je op kunt vangen op het moment dat het onverhoopt nog misgaat. Gaan we kijken naar de binnenkant van de handschoen, zien we natuurlijk ook weer dat hij aan de buitenkant gestikt is, zodat je de stiknaden niet voelt aan de binnenkant van de handschoen. En zien we ook weer een extra stuk leer voor meer comfort, meer feeling en betere grip op de motor. Ook zien we bij de Cayenne Pro veel ventilatie op de binnenkant van de vingers, aan de binnenkant van de handpalm, op de duim, aan de zijkant van de hand en aan de bovenkant van de pols. En natuurlijk is deze, net als bij de GRS Pro, ook weer een geventileerde knokkelprotector, zodat je zelfs met extremere temperaturen van boven de 25 à 30 graden nog fijn kan blijven rijden. Het aparte van deze handschoen is wel de sluiting. Zoals jullie kunnen zien loopt deze door tot bovenaan op de handschoen en werkt deze ook met één enkele beweging door deze sluiting aan te trekken en hem hier gewoon vast te maken. Ook zien we tot slot ook nog een stukje reflectie aan de zijkant. Wil je alles bijhouden op het motorkledingcenter? Doe het volgens dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorhandschoenen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en bedankt voor het kijken.